Goedenavond, welkom bij het programma Topnames van Fast Moving Targets. Mijn vriend en collega Ewen Blom, die is er niet. Die vond het nodig om even wat zon op te zoeken en dat doet hij in Thailand. En het is hem natuurlijk ook van harte gegund, maar dat verklaart dat ik hier vanavond alleen sta. Maar ach, wat is alleen als je een gast hebt als Daniel van Drunen, CEO en founder van AirChip, correct? Klopt. Wat doen jullie? Nou, allereerst bedankt voor de uitnodiging. Ja, leuk dat je er bent. Niet zeker. Nog wat complimenten verder? Ja, je leuke locatie. Ja. Goede terrasje. Ja. Nee, wat doen jullie? Ik zal nog uitleggen waar ik vandaan kom oorspronkelijk. Dat helpt onderbouwen waarom het product zo goed kan slagen wellicht. Ja. Ik heb jarenlang evenementen georganiseerd hier in Amsterdam. Festival evenementen, dus buiten. Ja. Grote, voornamelijk elektronische muziekproducties. Ja. En de frustratie daar ontstond op een gegeven moment wel dat je de hele wereld zag verdigitaliseren. En eigenlijk de revolutie op entertainmentgebied, muziek-entertainmentgebied uitbleef qua technologie. En dat stelde me teleur, want ik zou graag een product afnemen wat helpt om meer te weten te komen over bezoekers. Om de zogenaamde journey te verbeteren, maar dat was er niet. Dus sinds 2017 ben ik gaan nadenken over hoe je betalingen in eerste instantie beter kunt afhandelen op festivals. En, want je hebt hem hier al liggen. Ik kom veel op festivals en dan moet je naar de kassa en dan koop je een flink aantal van dit soort munten. En uit de vorige eeuw toch? Ja, ja. Je bouwt een dorp voor een dag, dus je bouwt ook een economisch systeem voor een dag. En dan is een plastic munt eigenlijk best wel efficiënt. Ja. Op zo'n manier dat het ervoor zorgt dat iedereen in ieder geval zijn echte geld heeft achtergelaten bij een kassa voordat ze naar de bar gaan. Dat scheelt natuurlijk met veiligheid, dat scheelt met doorlooptijden. Maar toch mis je daar wel een stukje innovatie, vond ik. In 2017 begonnen met een idee waarbij je dit tot leven kan wekken. Zonder internet, want internet is heel duur als je dat voor een dag moet bouwen voor grote lappen grond. En wat begon als een heel erg technisch vernuftig idee, op papier zijn we gaan bouwen sinds 1 september met een heel leuk ontwikkelteam. En dan merk je dat eigenlijk heel veel van je aannames weer overboord kunnen. En dat eigenlijk de gebruikerservaring veel centraler komt te staan in plaats van de technologie om het goed te doen. En daar komt eigenlijk vooruit dat onze oplossing zich vooral richt op de tegenstelling tussen hele drukke plaatsen waar mensen heel graag heen gaan. Stadions, festivals, drukke kroegen. Maar waarbij service daardoor eigenlijk vaak slecht is. Ja. Je moet vaak lang wachten op een drankje. Wat je tegenhoudt om in de rij te staan. Of wat je tegenhoudt om het meeste eruit te halen. En dat is eigenlijk jammer. En die tegenstelling denken wij met technologie op te kunnen lossen. En zo, nou noem je een enorm aantal complicaties in een paar zinnen. Ja. Die mij het meeste triggert is connectiviteit. Je zegt, je moet er eigenlijk van uitgaan dat je op zo'n locatie geen internet hebt. Ja. Hoe kun je dan een andere oplossing bieden dan een offline, analoge muntjesoplossing? Want elke andere oplossing die ik ken, dus betalen met je telefoon, met Apple Pay, met een pinpas, met... elke willekeurige app zal toch je saldo willen checken of je mag betalen. Absoluut. Hoe los je dat op? Nou, je zegt net zelf, betalen met een pinpas vereist internet. Dat, dat is nu eigenlijk de meest de frontrunner als het gaat om innovatie op festivalgebied. Ja. Het snel afpinnen van je bestelling. Ja. Althans, relatief snel. Maar daar is voor elke... Offline kun je alleen eigenlijk doen met een chip-achtige variant, toch? Nou, wat wij zien is dat de oplossing voor dit verhaal is één, connectiviteit tussen apparaten realiseren, jouw telefoon en degene bij de bar, die heeft ook een apparaat. Ja. En anderzijds zit je met een stuk veiligheid, cryptografie en niet de crypto zoals het buzzword opgaat, maar echt hoe kun je wiskundig beveiligen, hè, dat iemand niet in staat is om de virtuele variant te pakken en daar ineens twee van te maken en zo heel rijk te worden, want het brood is eeuwig te breken. Dus daar hebben we veel onderzoek naar gedaan en wij denken op de juiste weg te zitten om dat bekende double spending problem tegen te gaan. Maar allemaal onder de voorwaarde eigenlijk dat de verkoper offline kan zijn tijdens een transactie. Als het echt super druk is in de pauze van het grote concert, gaat iedereen een drankje halen. Dan wil je niet dat als even de internet stottert, dat je gelijk hele rijen krijgt. Ik heb het meegemaakt. Maar dan wil je dat mensen... net als bij plastic muntjes, al een keer de validatie hebben gedaan. Ik wil graag
een handvol muntjes, ja, maar dan virtueel. Maar wat betekent dat dan? Dat je een app hebt ontwikkeld met een wallet of zo die je op moet laden? Hoe werkt het? Klopt. Als het gaat om festivals, er zijn verschillende modellen. Maar bij festivals zouden wij de bezoeker vragen om voor het evenement of tijdens, dat maakt iets voor uit, met de connectiviteit die er op dat moment is. Ja. Die heb je ook nodig om bij de balie de muntjes te pinnen. Om daarvan groepjes krediet eigenlijk al af te nemen. En die worden inderdaad dan lokaal opgeslagen. En wij hebben een fundament ontwikkeld waarbij je dat tegoed niet zomaar kan dupliceren naar twee keer datzelfde tegoed. Ja. Maar waar je bijvoorbeeld ook van mij naar jou, als wij samen naar een festival gaan en ik ga een rondje halen. Ja, als ik jou geen muntje mee kan geven, dan op een gegeven moment word jij een beetje moe dat jij maar die rondjes blijft halen. Maar ik kan dus ook uit mijn wallet naar jouw wallet. Zeker, ja. Nee, we werken met een soort van scansysteem van een QR-code op elkaar scherm. En zo kun je eigenlijk gewoon muntjes naar elkaar overbrengen. Ja. Ja. Je zei net, in 2017 begon jij erover na te denken. In 2018 zijn jullie begonnen. Waar staan jullie nu? Ja, ik kom best af en toe op festivals. Ik heb het nog niet, ben het nog niet tegengekomen. Dat klopt inderdaad. Er zijn tot nog toe 3 publieke verschijningen geweest. De eerste was 2 weken nadat het volledige team begon, in september. Met een mooie investering van het Innovatiefonds Noord-Holland. Geweldig initiatief voor dit soort hoge risico investeringen. Want een fintech product, dat bouw je niet in een paar sprints. Hoeveel geld hebben jullie gekregen van hem? We hebben €300.000 opgehaald bij het Innovatiefonds. Ja. En we hebben €180.000 via een RVO-subsidie opgehaald. Oké, in 2018? Ja, nee, allemaal in 2019. Oh, 2019. En met wat eigen geld komen we op zo ongeveer €500.000 aan kapitaal. Wat we lekker gaan opstoken tot kerst. Ja. En in de tussentijd hebben we een prachtige zomer voor ons. Waarbij we hopelijk een dwarsdoorsnede van het vrije tijdslandschap kunnen bedienen. Dus dat zijn festivals, maar ook drukke kroegen. Misschien wel een keertje naar het strand, misschien wel een keer in het park. En eigenlijk allemaal om die comfort in the crowd te realiseren, die er vaak niet is in het oude stelsel. Ja, dus dat festivalseizoen komende zomer wordt voor jullie echt een heel belangrijk. Waarin je moet laten zien wat er kan. Hoe gaan jullie dat aanpakken? Want ik neem aan dat een festivalorganisator niet zomaar met een start-up als die van jullie in zee gaat. Ga je pilots doen of één bar, weet je wel, of één afgiftepunt? Hoe gaat dat weer? Nou, we beginnen dit eerste kwartaal nog redelijk achter de schermen met een paar demo-evenementen bij technische partners. Ja. Betaalinstellingen, andere tech-oplossingen voor de evenementenindustrie. Om eerst de zakelijke kant warm te krijgen en nog wat laatste tweaks op te halen voordat we echt de eindklant gaan bedienen. En het mooie van ons product is, daarom heb ik dit festivalmuntje ook meegenomen, dat men zou denken dat dit iets is wat ik zou willen disrupten of zou willen vervangen. Wat bijvoorbeeld voor pinbetalingen wel het geval is. Je hebt nooit een festival waarbij je en muntjes hebt en pinbetalingen. Dat is een of het ander. Nou, wij zijn complementair aan beide. Op zo'n manier dat wij de munt kunnen emuleren. Dus je kunt een setje van 4 kopen voor een heel raar bedrag. Zoals wij organisatoren vaak doen om je te verwarren. Maar je kan ook gewoon €10 erop zetten. Zoals bijvoorbeeld een betaalkaart oplossing. Het mooie dat wij complementair zijn, is dat wij ook niet gelijk al het betaalverkeer hoeven over te nemen. Dus wij kunnen afhankelijk van de vraag, kunnen wij een deel van de bestellingen overnemen. Maar nu komt de crux van het product wat ervoor kan zorgen dat wij denken dat dit een succes wordt. En dat is dat de hele manier van jouw wens, dat is 2 bier en een gin tonic, die zit in je hoofd. En die wil je vertalen gewoon naar 2 bier en gin tonic. Liefst in een treetje, kan je makkelijk meenemen in vrienden. Nou, daarvoor moet je nu naar de bar lopen. Dan moet je verbaal tegen iemand zeggen wat je wil. Die moet dat vervolgens gaan nadenken. Hoe ga ik het maken? Hoeveel muntje kost dat? Oké, misschien toets ik het nog even in een terminal zoals bij PIN. Ga dan die drankjes maken en dan aan jou geven als die betaling doorheen is. Wij zeggen, je staat op de dansvloer, jij weet wat je wil. Je zegt 2 bier gin tonic en je drukt op pick-up. En je zegt welke bar je het moet hebben. En loop je naar die bar toe, dan staat je drank al lang klaar. Kan je het ophalen en weer terug met je gesprek. Dat is voor de grootste groep wat we willen organiseren. Wil je nog een stapje verder gaan? Wil je misschien de premium klant zijn? Dan zeg je, nou, voor een tientje neem ik wel het abonnement op de Festival Butler. En vervolgens ga je via GPS gewoon aangeven waar je bent. Moet je daar wel blijven staan, want men gaat niet achter je aanrennen. Maar dan kun je het zien als een Uber Eats voor op de dansvloer. Ja, het klinkt allemaal fantastisch. Ik zou het onmiddellijk doen. Maar maak je het niet veel te ingewikkeld in die de fase waarin je eigenlijk je proof of concept nog moet testen. Ja. En de evenementenorganisatoren nog moeten overtuigen van dat het überhaupt werkt. Want weet je zegt leuk, de festival butler, maar in een tent werkt die GPS niet.
Nee. Het is leuk als ik een bestelling doe bij een bar waar tegelijkertijd net 50 mensen in de rij staan en altijd te weinig mensen zijn en je al een half uur moet wachten, dan gaat die man niet eerst mijn drankjes maken. Ja. Waarom verwar je je concept? Of waarom haal je dit er allemaal bij? Nou, als je uitsluitend zou betalen, hè, dan ben je niet genoeg toegevoegde waarde, denk ik, voor het festivallandschap. Als je zegt, ik loop naar de bar, ik moet nog steeds uitleggen wat ik wil, en daarna alle Alipay's ken je een QR-code. Ja. Dan is dat ook innovatie, maar lang niet genoeg om die eindgebruiker te laten denken, hey, maar dit is de nieuwe manier van hoe ik die drankjes in mijn handen krijg. Ja, maar herken je die praktijk? Dat er gewoon 50 mensen staan bij die bar en die laten jou echt niet voorgaan omdat je van afstand een drankje hebt besteld, hoor. Nou ja, dan moet ik misschien iets duidelijker zijn. Laat me uitleggen hoe een bestelling gaat. Je staat op de dansvloer, je krijgt het menu te zien, kiest twee bier en die gin tonic, je klikt waar je hem wil ophalen en direct, zonder tussenkomst van internet, verschijnt er op de pols van een medewerker, verschijnt die bestelling in een handige volgorde, hè, die hij moet afwerken. En die medewerker die kan drankjes maken voor zijn collega die zegt twee bier. En die kan die aangeven, maar in de luttele momenten daartussen kan die bestellingen afwerken die vanuit de app binnenkomen. Dus ja, natuurlijk moeten we dit gaan testen. We hebben dit ook al getest met Amsterdam Dance Event afgelopen oktober. In november in ons kantoor, de office warming. En in september een keer in een kroeg. Daar hebben we allemaal facetten getest en bijvoorbeeld 500 drankjes in 2,5 uur door één personeelslid gemaakt laten worden. Ja, dus jij zegt... Dat is veel. Weet je, dit vereist een andere werkwijze. Dat over het algemeen is dat juist heel erg ingewikkeld als je dat voor elkaar wilt krijgen. Maar jij zegt, dit is eigenlijk zo eenvoudig dat je door één medewerker dedicated op een andere flow te zetten, ja, kun je dit eigenlijk al faciliteren. Nou ja, zoals ik zei, we zijn echt toe te voegen op bestaande systemen. Dus je kunt prima een munten of een pinstructuur hebben. Als er één iemand in de bar staat, hè, die heeft nogmaals een scherm om zijn pols en daar staat, maak deze bestelling, zet hem op deze locatie en ga naar de volgende, dan vermoeden wij dat we een efficiëntieslag kunnen maken. Nou, dat moet natuurlijk op grote schaal nog getest worden, maar de eerste tests zijn veelbelovend in die zin, in die efficiëntieslag. Ja, nu ontwikkelen jullie een app met als basis het bestellen, het betalen, de munten. Ja. Je hebt hier natuurlijk ook best aardig wat concurrentie. In april hadden wij Erevan van Ewijk, voormalig ID&T, met Woof. Ja, leuk club, zeker. Ja, festival app, die gaan natuurlijk veel verder. Die zeggen, daar zit het hele programma in, daar zitten plattegronden in, daar kun je met hele sociale component, waar zijn mijn vrienden, tips over waar het leukste optreden is. En hij zei toen al bij ons in de uitzending van de Holy Grail, van de festival app is het betalen. Ja, dat ben ik helemaal met hem eens. En dat doen zij goed, maar sorry, maar stel je vraag. Ja. Nee, ik wil alleen zeggen, weet je, kijk jij naar hun, denk je van, nou, dit kunnen wij gewoon beter. En waarom denk je dat dan, dat je tegen dit soort gasten op kunt? Nou, ik ben met mijn evenementenbedrijf trouw klant van Woof. Ja. Ik vind het een heel mooie oplossing om juist dat sociale van evenementen te centraal vangen. Centraal te stellen, hè? Ja, en wij willen ver verblijven van die sociale component, die content component. Uitsluitend. Wij willen echt inzetten op dienstverlening. Hè? De fulfillment, zoals je dat zou kunnen noemen, in de horeca-operatie. Dus wij zijn heel erg complementair. En de uitdaging waar we tegenaan lopen, want ik heb veel gesprekken met ze gevoerd, is natuurlijk hoe je twee apps als één kunt inbrengen. Je kunt niet een bezoeker vragen twee apps te installeren. Dat niet gebeurt. Maar aan de andere kant bezitten zij weer kracht in het online domein, in het content domein, maar juist in die fulfillment kant. Ja, dat is toch een moeilijke om je vingers aan te branden. Daar hebben we echt heel veel ontwikkeling naartoe moeten doen. En heel veel denkwerk van hoe kun je nou een product dat op de modderige festivalvloer makkelijk om te omarmen is. En hoe kun je die verantwoordelijkheid voor het fysieke biertje in jouw handen krijgen. Nou, daarin kunnen wij ons mogelijk aanvullen. Dus ja, we zijn in gesprek om te kijken hoe we dat samen kunnen aanvliegen op verschillende mogelijkheden. Maar nog heel inconcreet. Hè? Dus we weten nog helemaal niet of dat haalbaar is. Verkennend, oriënterend. Verkennend, maar om je vraag te beantwoorden. Zij zitten echt in een veel specifiekere sociale niche die wij niet in zitten. Wij zitten echt puur op de horeca-dienstverlening. Ja. Nu wordt er vaak gezegd, zeker als je met de investeerders gaat praten. Weet je wel, zit hier iemand hierop te wachten? Kun je de vraag valideren? Ja. Hoe hebben jullie dat gedaan? Nou, dat gaan we deze zomer doen. In die zin hebben we in microniveau bij drie gecontroleerde tests
heel veel gevraagd natuurlijk aan gebruikers. En daar zien we dat op die schaal, dat zijn nu ongeveer 1500 gebruikers die daar doorheen zijn gegaan, zien we dat het een meerwaarde is. De vraag is natuurlijk, hoe ga je dat schalen? En kun je ook die belofte van betere service ook waarmaken als 2000 man het op een terrein gebruikt of 10.000 man? Ja. En ja, daar ligt denk ik de uitdaging voor elke start-up, omdat mondjesmaat met een beetje bluf, maar ook met gereden twijfel en zekerheid af te dekken. Ja. Is dat ook de reden dat je niet te veel vast moet leggen? Omdat je in alle eerlijkheid gewoon niet weet wat er dan gaat gebeuren? Dat je, nou, we hebben hele duidelijke, nogmaals, cases beschreven waar wij willen terechtkomen deze zomer. Vanuit mijn netwerk als evenementenmaker denk ik dat die cases benaderbaar zijn. Ja. Maar in het eerste kwartaal willen we ons echt richten op die validatie met die technische partners. Ja. We hebben het eerst met onze vrienden gedaan in het najaar, in de kroeg, en nu dan met die technische partners in hun eigen omgeving. En dan vanaf 1 mei eigenlijk bij de eerste deployment, zoals ze dat dan mooi noemen. Ja. En het moet uitwijzen of wij het kunnen waarmaken. Het moet uitwijzen of de bezoekers het leuk vinden. Maar wat ik tot nog toe heb gezien, geeft me veel vertrouwen. Ja, nu is het uiteindelijk een B2B product. Want ik neem aan dat je die app gaat verkopen aan de festivalorganisatoren of aan de horecapartijen, toch? De discussie B2B, B2C is oneindig denk ik hierin. We hebben wel een soort van compromis gevonden. Ja, we verkopen het natuurlijk aan degene die het feestje regelt. We gaan het niet direct aan de bezoeker verkopen. Ja, je gaat mensen of ga je afromen van de transacties? De businessmodel is oneindig te variëren. Ja. Dus daar kan ik nu nog niks definitiefs over zeggen. Maar wat ik wel kan zeggen is dat, ondanks dat het een business-to-business sale is, dat een een propositie ten alle tijde gericht is op de eindgebruiker. Daarom vraag ik het ook. Want weet je, uiteindelijk kun je testen wat je wilt met de eindgebruiker. Je kunt ook omdraaien. Want natuurlijk, de eindgebruiker bepaalt of dit een succes wordt. Ook in elke B2B toepassing. Maar je kunt ook omdraaien en zeggen hoe goed die ook is. Weet je, uiteindelijk zal je die festivalorganisator of de horecapartij moet overtuigen dat dit... Het is heel simpel. Als mijn app hun niet helpt om meer geld te verdienen, dan heeft hij geen bestaansrecht. Dat is nou net waar de uitdaging nog veel ligt voor de innovatie nu, zeker voor evenementen met minder sponsorbudgetten of buiten de Randstad, is dat de stap naar bijvoorbeeld de andere innovatie die nu voorhanden is, pinbetalingen, dat die zo makkelijk niet is. Want je moet heel veel investeren in internetinfrastructuur. De bemanning van zo'n netwerk is echt wel prijzig vergeleken met de plastic festivalmunt. Dus ik weet niet zeker of dat de oplossing is voor Jan en Alleman door heel Nederland met de gezellige kermis om de hoek. Dus nou, wij willen dat wel zijn. Wij denken echt dat we met minimale onkosten ook kleine groepen kunnen accommoderen. Ja, er zit wel een mooi bruggetje. Mijn vriend en collega Erwin Blom, wat ik al zei, die zijn vakantiedagen in Thailand aan het opmaken is, die heeft daar een vraag over ingezet. Ja. En die zegt nou juist, hij denkt dat dit plastic festivalmuntje, dat een businessmodel op zichzelf is. We gaan er even naar kijken. Ja, ik ben benieuwd. Mijn grote ergernis op festivals is, het zijn niet muntjes. En waarom is het mijn grote ergernis? Je kan er altijd maar een stuk of 10 tegelijk kopen, zeg maar. Het lijkt wel in het belang van het festival dat je aan het eind van het festival muntjes overhoudt en het daarna heel moeilijk is om ze weer in te wisselen. Oftewel, het is gratis geld voor festivals. Daarom vraag ik mij af, hebben festivals echt wel belang bij een beter systeem, een systeem wat makkelijker gaat voor de bezoekers? Of willen ze eigenlijk stiekem gewoon zo'n systeem waar je muntjes kwijtraakt, muntjes na het festival terugvindt en daar in feite extra inkomsten mee genereren? Ja, een logische vraag. Ik hoor hem wel vaker. Allereerst is denk ik toch wel de belangrijkste notie van waarom krijg ik die waarde voor die muntjes niet terug? Hè? Dat is een frustratie die ik begrijp. Hè? Je vindt ze de volgende dag in je broekzak. Ja, bekend fenomeen. Wij hebben allemaal thuis dozen vol van die dingen liggen die je overhoudt. Dus je gaat niet voor anderhalf muntje. Je ziet, ik heb er ook nog liggen, dus ik ben er zelf ook slachtoffer van. Nee, allereerst zou mijn standpunt zijn dat als je daar een virtueel alternatief voor biedt, dat je automatisch muntje terugstort. Dat is gewoon voor deze tijd. Ja. Waarom? Zo gaan jullie het ook doen. Dat zou je uitgevoerd dat zijn. Dat is uiteindelijk aan de organisator wat zijn beleid daarvoor is. Maar dit is in ieder geval wel wat we zouden adviseren. Maar wij vinden, ik zie de trend over de afgelopen jaren,
dat evenementen, festival-evenementen, vooral die van de wat hippere soort, die zijn in de service level, in hospitality level, zijn die zo erg aan het groeien. Ja. Hè, waar je 10 jaar geleden een smerige hamburger en een bakje friet had, uit een reeks witte tenten, zit je tegenwoordig een soort van rollende keukens op elk festival. Ja. Nou, dat is een voorbeeld van hoe de echte die mensen, de organisatoren aan het concurreren zijn naar de beste service levels toe. Dus ik denk dat het niet meer van deze tijd is om op zo'n businessmodel te leunen. Wat zie ik als ik de data analyseer, is dat de jongere bezoeker, die zal aan het begin van de dag moeten beslissen in een muntjesmodel hoeveel die uitgeeft. Die heeft maar een klein budget, dus die zal wat meer naar beneden afronden. De oudere bezoeker daarentegen die je vraagt, voorspel maar eens even wat je gaat uitgeven vandaag, die overcompenseert vaak. Nou, daartegenover staat dat als je met contactloos betalen werkt, dat juist de jongere doelgroep denkt aan het einde, ach, ik pak nog wel een biertje, want dat kan er wel af. Waar de oudere doelgroep, als hij helemaal zat is, stopt met drinken. Dat is mijn ervaring. Maar goed, N is 5 bij wijze van spreken. Ja. Wij staan ervoor dat je dus beide modellen zou kunnen emuleren. Want ik denk wel degelijk dat er waarde is in marketing of in het optimaliseren van je omzet. Door van tevoren te zeggen, kies je krediet maar. Hoeveel mag het zijn? En een beetje een raar bedrag per eenheid helpt natuurlijk om jouw afstand te laten creëren van die waarde. Dat is nou helemaal zo. Ja. Maar ja, het is de vrije tijd. Misschien moet je juist even afstand nemen van wat euro's zijn. Dat kan natuurlijk zijn. Maar boven alles staat voor ons uiteindelijk de eindgebruiker. Dus een organisator die een moeilijke wens heeft om terugbetaling bijvoorbeeld lastig te maken met een registratie in het terugnet, daar zou ik niet achter staan. Ik denk dat je het meeste haalt uit die contacten met je bezoeker. Als je ze gewoon bedient als een koning, dan komen ze terug. Waarbij je eigenlijk zegt, dat is het uitgangspunt. Maar het fenomeen wat natuurlijk uitgebreid onderzocht is, dat het wel helpt om 3,25 voor een munt en dan kost een biertje 1 munt. Dat ben je na een dag vergeten dat 3,25 was. Ja. Dat is nou eenmaal zo. Dat zijn bewezen technieken en theorieën. De component inkoop tegenover muntenomzet is redelijk stabiel. Ja. Dus ja, het is een gegeven dat het iets oplevert. Ja. Maar neem wel die component doelgroep mee. Want sommige doelgroepen uiteindelijk zul je geen redemptie hebben. Precies, en gewoon klantvriendelijkheid en serviceniveaus die passen bij de tegenwoordige tijd. Ik vermoed dat we moeten bewegen naar de beste ervaring van een bezoeker. En daar een businessmodel moeten bouwen in plaats van de verwarring scheppen die af en toe. Toch, als ik dan jouw verhaal hoor, ben ik eigenlijk best een beetje verbaasd dat je zo nadrukkelijk focust op het ook offline kunnen betalen. Daar sluit eigenlijk een vraag van Johan Schaap wel weer aan die hij stelt. Hij zegt, straks heb je 5G. Dan zal ook het festival wel volledig gedekt zijn, al was het maar omdat iedereen op een festival online wil zijn. Daarnaast heb je Apple Pay, Alipay en weet ik wat je allemaal hebt. Ja. Hoe positioneer je jezelf daarin? Zie je daar een bedreiging in? Ja, wij zijn geen Apple Pay killer. Verre van. Nee. Sterker nog, komende week implementeren de Apple Pay voor de eerste test. Ja. Apple Pay is een manier om geld om te zetten in een betaalbewijs. Het gaat me eigenlijk om dat jij je positioneert als de partij die offline kan werken. Ja. Terwijl, alles is online en wat nu niet online is, is volgend jaar online. Ja. Daar heb ik een simpel antwoord op. Kijk naar de storing die Mastercard nog heeft wereldwijd. De problemen die supermarkten op maandag hadden, ik geloof uit mijn hoofd 9 mei. Een dag daarvoor hadden wij een festival. Ja, dan, als dan Mastercard omgaat, dan gaan wij ook om. Een server-based systeem kan stuk. En dat kan misschien een winkel die een dag wat minder draait prima hebben. Maar als jij een organisator bent met 1 festival op 1 dag en het valt dan om, dan kun je gewoon inpakken. Een half uur storing kost. Ik heb dat meegemaakt. Ja. Het is verschrikkelijk, want mensen kunnen niet betalen. Dus reis, het is chaos. Ja. Dus, nou goed, terug naar het product. Het is wel belangrijk om te vermelden dat wij niet uitsluitend offline zijn. We hebben baat aan connectiviteit. Daarvoor kunnen we sneller uitlezen wat het gedrag is. Je hebt connectiviteit nodig om je wallet op te laden. Exact. Als je op een gegeven moment ver genoeg van een bar afkomt, dan werkt onze offline methodiek niet meer. Dan moet je toch via de ether. Feitelijk is voor ons die offline component een fallback. Als het even een half uurtje tegen zit, dan moet je alsnog bier kunnen verkopen. En dat is het uitgangspunt. Maar dat is bij wijze van spreken een verschillende lading van schilletjes die je afgaat naarmate de connectiviteit afneemt. Dus het is niet uitsluitend offline, maar het is wel nodig om die zekerheid te bieden. En wij willen dus ook wel de claim maken van, als dat er goed op jouw telefoontje staat, dat heb je gedownload omdat je een keer een iDeal betaling hebt gedaan,
dan kan er werkelijk een kernbom afgaan in Duitsland, bij wijze van spreken. Ja. Maar dan moet jij nog steeds het tegoed wat op jouw telefoon staat weggeschreven, dat moet je nog kunnen uitgeven. Ja. En daar ben ik zeker van, want ja, ik heb het inmiddels vaak nog door mijn handen zien gaan. Dat gaat ons lukken, 100%. Ja. Ja. Hey, nou zei je net al, het is best ingewikkeld om mensen meerdere apps op hun telefoon te laten zetten. Sterker nog, dat doen mensen gewoon niet. De meeste festivals hebben een app voor het programma, dat is ook heel belangrijk. Ja. Je hebt andere concurrenten. Jullie focussen, zo lijkt het nu, heel erg op dat betalen. Overwegen jullie ook dat uit te gaan breiden richting de full service white label app voor een festival? Vanuit die redenering, hè? Dat, ja, zeker. Nee, om te beginnen... Want ja, weet je, Lowlands wil ik toch vooral die app hebben met het programma en waar mijn vrienden zijn. En ik wil ook kunnen betalen, maar om nou twee apps, dan denk ik, ja, ik koop wel weer een zoontje met. Ja. Dat kan ook. Nee, ja, zeker. Kijk, allereerst, een festival vraagt al sowieso meer dan één app. Want je moet er komen met Uber, je moet je vrienden appen met WhatsApp en die leuke ervaringen posten op Instagram. Dus mensen gebruiken veel, maar die gebruiken ze ook door de week. Dus dat is niet helemaal een goede vergelijking. Ja, er is een uitdaging in festivals of grote bedrijven die hun eigen app al voeren. Hè? Ja. En wij zien die noodzaak ook om op den duur, maar dat is niet iets wat het komende jaar gaat gebeuren, een toolset te maken, een SDK, hoe wil je het ook wel noemen. Zit je meer te denken in SDK's, plugins die mensen in hun eigen app kunnen integreren met jullie technologie, dan... Ja, daar moet je behoorlijk volume draaien, denk ik, voor ons om de resources te kunnen terugverdienen. Maar het is wel iets wat in jullie plan zit. Dus Coachella of Lowlands naar ons toe komt te zeggen, dit moeten wij in onze app hebben, nou, dan gaan we echt wel aan de slag. Dan ga je zorgen dat gebeurt. Maar voor nu is dat niet onze focus. Wij willen echt vanuit die capaciteit tot 10.000 laten zien dat we aanvullend, hè? Zelfs al bestaat er een leuk programma-appje of zelf bestaat een Woef-appje, dat je toch denkt, hey, ik zie daar iemand die laat gewoon een bucket vodka gingerbeer gewoon naar zich toe brengen door een acteur op stelten. Ja. Hè? Dat wil ik ook. Hè? Doe mij dat ook. Hoe moet dat dan? Oh ja, met die app. Oké, kom maar. Dus de ervaring moet veel meer nu de driver zijn dan een of ander zichtbaarheidje online of iets. Ja. Je moet op dat terrein fysiek denken, dit moet ik ook hebben, want dit ziet er zo prettig uit. Nou, en dat gaan we hopelijk bewijzen komend jaar. Heel veel startups die wij aan tafel hebben, denken al voordat ze überhaupt één product op de markt hebben, al aan internationale uitrol. Is dat bij jullie ook zo? Nou, voor nu is de focus op Nederland. Waarom? We zitten echt in een unieke geografische positie. Want er is geen markt wereldwijd die zo'n hoge dichtheid van evenementbezoek heeft. Ruim 27 miljoen bezoeken. Op dit kleine kikkerlandje. Dus de redenering is, als je het hier niet tot een succes kunt maken, dan is internationaal ben je ook kansloos. Ik denk dat het eigenlijk andersom is. Als je het hier vuurproof weet te maken, als je de snoeiharde, doorgewinterde evenementenprofessionals in Nederland kunt overtuigen dat het meerwaarde heeft, dan zal dat, naar mijn nederige voorspelling, gaan galmen door de evenementenwereld, land wereldwijd. De evenementenbranche wereldwijd. Waarom? Wij zijn echt een logistiek voorbeeld voor heel veel landen. En dat vergeten mensen wel. Dus ING heeft het over het grootste exportproduct en wij zijn naar Chesto, et cetera. Maar de crews, de techniek die nodig is om die prachtige producties wereldwijd te verzorgen, die wordt vaak aangestuurd door Nederlanders. Dus wij hopen echt een Nederlands goud te zijn die op een gegeven moment laten zien, hè, je kunt over op een app zonder bang te zijn voor storingen, zonder onboardingsproblemen en zonder totaal andere denkwijze voor al je werknemers. En dat is onze missie, om eigenlijk de drukte die een evenement meebrengt en daarmee negatieve ervaringen, om die om te bouwen naar iets wat positief is. Hey, het ligt klaar. Vanaf mei begint het festivalseizoen, denk ik. Ja. April, eind april. Je kunt het tegenwoordig het seizoen al vanaf 1 april zien. Ja. Maar wij met een kleine slag om de arm zijn wij vanaf 1 mei live. De zomer van de waarheid. Ja. Ja. En daar moet bij gezegd worden dat we wellicht al wat eerder zouden gaan starten met leuke, drukke kroegen in Amsterdam. Okay. Dus mocht je een drukke kroeg hebben, en denk laat je, het mij even weten. Ik heb te weinig personeel om mijn klanten te bedienen, dan kan deze app ook uitkomst bieden. Ja. En, Nou, we gaan het allemaal zien. We gaan jullie in de gaten houden. Leuk. Spannend. Yes. Ja. Hey, heel veel succes. Bedankt. En, kom over een jaar nog eens vertellen hoe het jullie vergaan is deze zomer. Ja. Ja. Heel goed. Dankjewel. Dank jullie wel voor het kijken. Ik moet altijd onze sponsoren bedanken. Dat is om te beginnen PQR voor de hosting. Terwijl jullie natuurlijk allemaal weten dat het een full service IT-bedrijf is die allemaal van waanzinnig mooie diensten levert. Bier & Co. levert hier altijd het bier van alle soorten en maten.
Streamzilla verzorgt de livestreaming en we zijn altijd graag te gast hier in de Freedom Lab in dit prachtige gebouw. Volgende week zijn we er weer op dinsdag en mocht je geen geduld hebben om daarop te wachten, kijk vooral naar ons archief waar bijna 10 jaar uitzendingen topneems in staat. Dankjewel, goedenavond, dag.